Ka! En geen schrik hebben van te krassen. Ruw! Die een opera is ruw, is smerig, is brutaal. Opera en zeker die muziek heeft echt als geen ander medium de kracht om zo sterk de emoties en echt de grote, diepe emoties te vangen die komen kijken bij liefde en doodgaan en opoffering. En opera gaat echt in het moment, in de meest intens moment van het leven. Vandaar ook dat je vaak die extreme verhalen krijgt van alles verbrandende passie. En heel vaak voel je van bij de eerste noten dat het niet goed gaat aflopen. En dat levert dus heel veel pijn en verdriet en woede, teleurstelling, wraakgevoelens. Dat levert dat allemaal op en dat wil je laten zien natuurlijk. Maar niet op een afgeborstelde of stoffige manier. Ik kijk er graag naar vanuit een hedendaagse blik. Het is ongelooflijk mooie muziek. Maar altijd hetzelfde gaan vertellen, dat is niet boeiend meer. Word doorzichtig voor me, laat je kind in de steek. Toe, 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 toe. Ik vind het zelf wel grappig om te zien hoe twee componisten die toch anders te werk gaan, Bellini en Puccini, bij elkaar worden gesmeten. En dat je toch nooit het gevoel hebt van ha, nu luisteren we naar die en nu luisteren we naar die. We laten ieder zijn eigen verhaal vertellen. De muzikanten zijn de psychiaters, de chirurgen die alles in vraag gaan stellen. De man spreekt in het Nederlands en gebruikt zijn taal. En de vrouwen gebruiken hun muziek en alles wordt tegenover elkaar gezet en in één geheel gemaakt.